Het Haagse Ondernemershuis aan de Vijandlaan 154 organiseerde de Haagse Ondernemersweek 2014. Dat is eigenlijk een initiatief geweest wat verleden jaar voor het eerst genomen is. Eerste doel is om het Haagse Ondernemershuis toch nog meer onder de aandacht van de ondernemers te brengen. En het tweede is dat we op die manier een aantal trainers tegelijkertijd op één plek bij elkaar kunnen hebben. Zodat ondernemers ook meteen die dag op die tijd alle informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het programma bood de gelegenheid om kosteloos kennis op te doen van diverse kanten van het ondernemerschap. Ik kom regelmatig. Want als inpitter is het altijd handig. Dus dat je samen met andere collega's ook over eigen dilemma's waarmee je zit. En dan ideeën met elkaar bespreekt. Richting dat je van hun ervaring ook het niet eigenlijk zelf de wiel gaat zitten uitvinden elke keer. En wat is de meerwaarde van deze ondernemersweek? Dat je heel veel leert van je collega's. Dus je kan ervaringen delen, kennis delen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hier ben. Ik ben een starter. Echt netwerken? Ja, dus echt netwerken ook. Ja. Alle startende ondernemers kunnen op werkdagen terecht in het Haagse Ondernemershuis voor deskundig advies en faciliteiten. Op de eerste plaats kunnen ze gewoon binnenlopen hier aan de Vijandlaan. Dat is ook de bedoeling, want het is heel erg. Het heeft een lage drempel. Hè. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Kamer van Koophandel aan de Koningskade, is dit toch een veel toegankelijker gebouw. We hebben ook een zestal Bali-medewerkers beneden die eigenlijk mensen meteen kunnen opvangen met hun vragen. We hebben het Haagse ondernemersportaal van de gemeente hier zitten. We hebben de Belastingdienst hier zitten en we hebben een aantal professionele adviseurs zitten. Informatieverstrekking is gratis. Wij doen ook, als mensen dat nodig hebben, een adviesgesprek van 45 minuten. Dat is ook gratis. Het is wel zo, als uit zo'n adviesgesprek blijkt dat mensen echt een opleiding moeten volgen of meer ondersteuning nodig hebben, dan gaan we op maat voor die mensen een traject, zal ik het maar noemen, maken. En daar moet dan wel voor betaald worden. De meerwaarde is de kennisoverdracht en het netwerken. Ik heb er ook al opdrachten uitgehaald. En ook de sociale aspecten. Dat je toch, als ondernemer ben je vrij eenzaam bezig. Dus dan is het toch leuk als je één keer in de maand ook een plek hebt waar je ook anderen kunt ontmoeten. Dus die je ook al kent voor een deel, maar soms ook nog niet.